Hey, ik ben Chris van Dopecash en vandaag wil ik het even rustig houden. Ik denk dat we gewoon even naar de Bitcoin-analyse gewoon van halverwege de week gaan. Ik denk misschien ook wel dat dat voortaan leuk is om dat ergens halverwege de week tussen te proppen. Ik zie dat er nog wat lijnen openstaan van de laatste trade-sessie. Ik zal even wat dingetjes weghalen. We zien hier de Bitcoin. Het staat nu op de dagchart. We zien dat er wat prijsactie is geweest. We zitten nog steeds in die neergaande trend. Dan heb ik het nog ineens over de grotere trend, hè, de grotere neergaande trend. We zitten nu in die paarse channel, wat omlaag loopt. En daar zouden we eigenlijk een opgaande beweging moeten maken. Hier richting ongeveer de bovenzijde van dat kanaal. Dat is niet gelukt. Dat komt mede door de weerstand van 6800. Die echt toch wel sterk blijft te zijn. Ik heb dat volgens mij al eerder aangegeven. We zijn er echt talloze keren al op afgeketst. We zijn dus ook uitgebroken aan het kleine witte kanaal wat je hier ziet. Ik zal even wat verder inzoomen, dat het wat duidelijker is. Gisteren dus die drop-off echt naar beneden. En ja, je kan het nu nog positief beschouwen, maar dit is niet een sterk signaal, hè? Want we hebben continu die lower lows. Dat is echt de definitie van een bear trend, hè? Dus dit is een lower low. Dit is een lower low, echt als een dubbele candle gewoon steeds lager komt. Hier staat er nog eentje en hier staat er nog eentje. Hier zou eventueel een higher low kunnen vormen. Dat zou wel een bullish teken zijn. Ja, hoe moet je dat nou zien? Want het is eigenlijk gewoon hoe een trend zich vormt. Als je bijvoorbeeld een kilometer moet lopen, dan ga je dat ook niet in één keer sprinten. Dat hou je niet vol. Op een gegeven moment ben je gewoon moe en dan moet je even een stapje terug doen. Wat we hier dus zien, om op adem te komen, om die volgende spurt te maken. Dus dat scenario zit er nog wel in, want er zijn in principe nu drie scenario's. Ik zal even een lege chart erbij pakken, dan kan ik het iets duidelijker maken. Want er vormt zich op zich wel een bullish patroon. Staat er nog ergens een Bitcoin chart open? Ja, hier. Die is van de Bitstamp. Nou ja, dat is op zich prima. Ik zal hem even wat duidelijker erbij pakken. Nee. Nou ja, we hebben hier ongeveer die weerstand, hè, 6800, was ook om even tekenen, zo ongeveer. En we hebben hier de 5800 steun om en erbij, want die range begint al bij de 6K, hè. Dat weten we nog van de eerdere dalingen van eerder dit jaar. Laten we hem even hier tekenen, 5800 nog iets. Nou, wat zien we op dit moment? Dat er een inverse head and shoulders patroon vormt. Dat zien we hier ongeveer. En dit wijst op een bullish patroon. De rest is natuurlijk nog niet getekend, maar wat je hier eigenlijk wil zien is dat er dit gebeurt. Dat we hier naartoe lopen. En mochten we op dat moment die 6800 breken, dan zou dat op zich best wel een sterk signaal zijn. Want dan ga je eigenlijk de weerstand als steun gebruiken. En dan wil je daarna zo'n patroon zien. Eerst meestal een run-up, omdat er mensen zijn positief dat eindelijk die 6800 achter de rug is. Dan val je vaak weer terug op dat oude niveau. En dat is nu... Het was een sterke weerstand, dat dient dan ook als sterke steun. En dan ga je pas echt de weg omhoog. Dat is eigenlijk het eerste scenario waar ik naar uitkijk. Wat ik al aan heb gegeven tijdens mijn trading sessies en mijn analyses. Je kan niet uitgaan van één scenario. Je moet wel snel kunnen schakelen en uitgaan van verschillende mogelijkheden. En die benutten. Als ik hier bijvoorbeeld... Morgen, want hij staat nu op de dag candles. Weer een groene candle zie, dan weet ik gewoon,
Nou, ik heb zoveel scenario's. Dit scenario lijkt er nu zich te gaan vormen. Dan ga ik me daarop richten. Kan ik daar dus op gaan treden. Het tweede scenario. Dat is eigenlijk dat we gaan blijven consolideren. En dat houdt gewoon in dat we dit blijven doen. Hè. Dus even het kwastje er weer bij. Voorspelbare bewegingen. Dus dat we een beetje dit blijven doen. En dan kan het best wel een keer zo gaan. En dan het voordeel hiervan is... prijstechnisch is het misschien niet zo heel interessant. Het voordeel hiervan is... Dit is een tradersdroom natuurlijk gewoon. Hè? Want dit is gewoon... Buy low, sell high. Hier kun je geld mee verdienen. Of de andere kant op tegenwoordig. Omdat je nu natuurlijk ook gewoon short kan gaan. Prijstechnisch en voor de hype van Bitcoin en crypto begrijp ik wel, dit is niet wat je graag wil zien. Dit wordt waarschijnlijk, als dit het geval is, wordt dit veroorzaakt door grote partijen die gewoon echt die weerstand en die steuning intact houden om gewoon goedkoop heel veel positie te kunnen verzamelen om later veel meer geld te verdienen. Ik pak even mijn andere Bitcoin chart erbij, want ik wil wel even laten zien dat dit ook een combinatie is met volume. Hè? Want als ik hem even op de weekchart zet. Nou ja, op de dagchart kan je het denk ik ook wel zien. Je ziet gewoon dat dit volume terugloopt. Dat is die... Ik denk dat je die ook kan zien. Nou, je ziet dat het volume gewoon terugloopt. Dat is de oranje lijn. Ja, je ziet hem gewoon afzwakken. En dat wijst vaak toch wel op consolidatie. En wat gebeurt er na consolidatie meestal? Dat is toch wel een run-up. En als we misschien even terugkijken, kan ik wel wat meer situaties laten zien. Consolidatie voor de run-up, die is niet zo heel erg overtuigend. Hier, consolidatie voor de run-up. Dus na een daling, altijd nog wat prijsactie. Het volume zwakt af en gevolgd door een run-up. Hier precies hetzelfde. Dus ja... dat is scenario 2. En dan komen we bij het derde scenario. En dat is het een bearish scenario. En je moet niet vergeten, we bevinden ons nog steeds in een lange neergaande trend. Hè. Dus zowel op de korte termijn als op de lange termijn. Die is nog steeds niet gebroken. Dit zag er op zich wel positief uit. Maar wederom, het volume miste. En ja, wat is nou de laatste mogelijkheid? Die moet je ook gewoon nog steeds in de gaten houden. Is dat we nog steeds weer zo'n echte grote drop candle krijgen. En we hebben dit al eerder meegemaakt. Dus we hebben hier al gezien in de laatste trend. Hier hebben we een bounce proberen te maken, is niet gelukt. Hier hebben we een bounce proberen te maken, is niet gelukt. Hier hebben we een bounce gemaakt, is weer niet gelukt. Deze bounce was wel qua prijshoogte groter... Dus hoger als de vorige bounce is. Dus dat is misschien al een positief puntje. En de drop-off, als dit de hele drop-off was, was ook kleiner. Dus qua afstand is die kleiner geweest. Dus eigenlijk moeten we dit prijsniveau vasthouden. Dat is het beste scenario. Want gaan we echt naar die 6K? Zoals ik al eerder zei, we hebben dit niveau, rond dit niveau. We hebben hier eerst een 6K-steun al getekend. En die hebben we al een beetje opgegeven, omdat die hier 5800 is. En dan noemen we het nu maar een range. Maar gaan we hier voor een vierde keer naartoe? Dan wordt het gewoon billen knijpen. En dan kan het best zo zijn als dat niveau breekt. Juist omdat we al... ons een redelijke tijd op dit niveau bevinden, dat mensen in paniek gaan raken. En waar moeten we dan naar kijken? Is naar die hele oude opgaande groene lijn. Die dateert nog echt van ruim vorig jaar. De langzaam stijgende trend. En dan moeten we kijken naar een niveau van 5,2 tot en met 5,3K. Als we de 6K breken, verwacht ik dat we daar naartoe terugvallen. En eventueel tot die tijd plaats ik geen enkele long tot we dat niveau hebben aangeraakt. Moet je nu gaan traden in
scenario 1 en 3, dus het bullish scenario en het bearish scenario, zou ik niet heel veel positie nu gaan innemen. Of je bent al te laat. De grote daling, die is al achter de rug. En de stijging, daar hebben we nog geen confirmatie van. Wacht dan eerst tot het weerstandsvermogen gebroken is. Dan heb je veel meer kans op winst. Gaan we in het tweede scenario zitten, dus zien we duidelijk echt dat die hier tussen die steun en weerstand blijft. Ja, dan kan je wel een aantal trades gaan plaatsen. En dat is op zich wel de huidige stand van zaken. Dus mijn view op de Bitcoin. Vond je dit nou leuk en wil je dit graag vaker zien? Abonneer je dan op ons kanaal. Even het belletje inklikken, dan blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Elke dag hebben we een nieuw filmpje en op zaterdag om 11 uur is de livestream. En heb je tussendoor een vraag, kan je ook altijd lid worden van de Discord. Dus graag tot morgen. Laters.